Wanneer wij dan praten over mensenrechten en we kijken naar welke rechten van Louis, Alfred, Gerardus, Doedel zijn geschonden, dan moeten we ook kijken naar wie heeft deze rechten geschonden. Wie zijn aansprakelijk? En is er een remedy daarvoor? Is er herstel daarvoor? Ik maak het in Gloria wel erg moeilijk met steeds rennen van de ene naar de andere. Maar intussen kent ze me. Ze weet dat ik dus niet vasthoud aan wat ik heb opgeschreven. Nederland is een van de staten die aansprakelijk is voor het schenden van de rechten van Louis Doedel. Straks komen we op die rechten die allemaal geschonden zijn. En dat op basis van de universele verklaring voor de rechten van de mens. Maar ik heb u al eens verteld dat die verklaring juridisch niet bindend is. Maar die verklaring zet wel die internationale norm. Want bij de aanname van de universele verklaring voor de rechten van de mens heeft Nederland voorgestemd. Suriname kon niet toch, want het was het 1948. Suriname was toen nog niet onafhankelijk. Want wanneer we kijken naar Suriname, is het vanaf 1975. Met betrekking tot het schenden van die rechten. Wat ik hier niet heb opgeschreven, is eigenlijk het Europese verdrag voor de rechten van de mens. Want op basis van dat verdrag, Suriname is natuurlijk geen Europa, maar Suriname was wel een deel van Nederland. We waren allemaal Nederlanders tot 1975. Louis Doedel als Nederlander is door de staat Nederland. Zijn rechten zijn geschonden door de staat Nederland. Dus we moeten ook kijken naar het Europese verdrag voor de rechten van de mens. Want dat verdrag is in 1950 aangenomen. Daar heeft Nederland, was een van de ondertekenaars van het verdrag. En dat verdrag is in 1953 in werking getreden. En natuurlijk moet je dan gaan kijken welke formulering je gaat gebruiken om Nederland te pinnen op die aansprakelijkheid. Suriname is natuurlijk vanaf 1975 aansprakelijk op basis van UVRM. Maar vanaf 1976 op basis van het BUPO-verdrag, want toen heeft Suriname het BUPO-verdrag geratificeerd. En u weet, er zijn daarin een aantal van die ieder verbindende bepaling die Suriname deze rechten van Louis Doedel heeft geschonden. En vanaf 1987, toen werd Suriname partij bij het Amerikaanse verdrag voor de rechten van de mens, is Suriname dus ook verantwoordelijk. Dus er zijn twee verdragen, mensenrechtenverdragen, waar op basis waarvan Suriname aansprakelijk is. Dan kijken we naar, ik denk de volgende slide moet het zijn. Ja. Dat zijn verplichtingen. Suriname heeft verplichting, maar ook dat verdrag geeft die verplichtingen aan. En artikel 3 van het BUPO-verdrag zegt, iedere staat die partij is bij dit verdrag, verbindt zich te verzekeren dat een ieder wiens rechten of vrijheden als in dit verdrag erkend worden geschonden, een effectief rechtsmiddel ter beschikking heeft, zelfs indien de schending zou zijn begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie. Maar ik heb natuurlijk ook dat gedeelte waar we aangeven die remedy. Nee, dat hebben we dus
gemist. Nee. In elk geval, de remedy is natuurlijk artikel 3. Geeft dus eigenlijk de, sorry hoor, ik zag het, geeft aan op basis waarvan Suriname en Nederland eigenlijk die verplichting die ze hebben om zaken weer recht te zetten. Wanneer we kijken naar die rechten van Louis Doedel die geschonden zijn, dan zien we, dit zijn maar een deel, we hebben het allemaal opgenoemd. Recht op leven. Zijn recht op leven is geschonden, want hij is uiteindelijk doodgegaan in een instituut waar hij niet thuis hoorde. En ieder, het verbod, eigenlijk is dit een beetje anders geschreven, maar er is verbod op marteling, vernederende en onmenselijke behandeling of bestraffing. Door iemand op te pakken en te neer te zetten in een, zoals toen, een psychiatrische inrichting, dat is dan een marteling, een geestelijke marteling. Een vernederende bestraffing. Het is een onterende en onmenselijke bestraffing geweest voor hem. Hij heeft toen het recht op vrijheid van denken en meningsuiting gedemonstreerd toen hij bezig was met de demonstraties en met het oprichten van alle zaken. Er is zelfs een verhaal, ik weet niet of het verhaal klopt, dat hij iets heeft gedaan op het plein en op basis daarvan is hij toen opgepakt. Ik weet niet of het klopt, ik weet het niet, ik durf het dan ook niet te zeggen. Recht op onschendbaarheid van persoon. Als mens ben je waardig. Maar ze hebben Louis Doedel niet als waardig behandeld. Recht op een menswaardige behandeling. Ik denk niet dat we kunnen zeggen dat Louis Doedel op een menswaardige behandeling is behandeld. In elk geval niet. Die vrijheid van vereniging heeft hij eigenlijk, kan je zeggen, in het begin gehad. Maar later kon hij vanwege zijn opsluiting, kon hij ook niet van die vrijheid gebruik maken. Hij is pionier geweest in het opzetten van vakverenigingen. En ik denk dat hem die het recht om daarmee door te gaan is ontnomen. Eigenlijk bijna alle rechten die voorkomen en die ieder verbindende bepalingen zijn in het BUBO-verdrag, zijn geschonden. Noem maar op. Ik denk, allemaal zijn ze geschonden. Dus ik denk dat er werk aan de winkel is om, natuurlijk is er een stichting Eerherstel Louis Doedel, maar ik denk dat er misschien zelfs meer dan Eerherstel moet, Louis Doedel moet toekomen. Omdat wat hem is aangedaan, mag nooit meer een ander worden aangedaan. En het is een, deze geschiedenis mag niemand vergeten. En ik hoop dat, zoals is voorgesteld door meneer Herrenberg, dat inderdaad, en ondersteund door meneer Sunder, dat inderdaad hier dit gebouw wordt genoemd naar meneer Louis Alfred Gerardus Doedel.